Ik had gisteren een curly van verre. Die ding kwam op de lat. Dag dames en heren. Hoi jongens en meisjes. Mijn collega Jeroen Gutte. En ondergetekende Sierte Vos zijn blij dat u er weer bij bent voor deze wedstrijd. Ja, en niet alleen de spelers. Ook wij gaan er weer iets moois van maken. Ah, oh, het baasde me toch, joh. Dikke. Ze geven de bal weg. De speler staat in de baan van het schot. De Ridder. Bal wordt gespeeld op de zijkant van het veld. Niet meer aan. Ga niet trucjes komen doen hier, vriend. Gaat hem niet worden. Kom maar terug. Alle ruimte voor een dribbel. Die doelman moet opletten. Krulion. Let's go dan. Lekker pas. Sowieso. Dan ga ik dat Kevin zal krijgen, man. Oeh. Hij is vieze krulli. Ik remde nog, hoor. Ik dacht misschien ging Kevin hem weer tegenhouden. Heb je Kev? Ik kom met je mee. Want we aan je waarom raken we aan? Let's go. Done. Jammer. Pomp het. Krulli. Oei. Netjes die bal weggewerkt. Lekker, wat is er? Oké, ik blijf even achter, man. Conditie. Veel ruimte op de vlakte. Een steekpaas, hoog gegeven. Vaardig. Jammer. Corner. We gaan een hoekschop nemen. In het midden van de 16. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Lekker. Wow, yo. Voorzet naar de spelers in het centrum. Oh. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Kom maar, kom maar. En nu boom. Moet het oppassen. Oei. Boom. Oh, corner, corner. Oh, ja, wat? Huh? Was toch corner? Ik zag die ding gewoon in die hoekelaar veranderen. Ah, joh. Ah, sorry man, Kev. Weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. De fluit klinkt voor buitenspel. Huh? Hoe dan? Ja, man. Kom op, man. Oh, yo. Laat hem niet schieten, laat hem niet schieten. De bal raakt de speler en gaat uit. Inworp. Hoe dan? We staan met z'n drieën erbij. Die kan maar eens een kans opleveren. En die aanval duurt niet lang. Nee, 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 niet passen, niet passen, niet passen. Ja, ik druk al. Ik had al lang gedrukt. Het is buitenspel. Hij vertrekt. Dan kreeg die bal niet. Ik had gedrukt toen hij nog goed stond, maar... Slordig met het balbezit. Gevaarlijke boogbal in de loop gespeeld. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Nou, wat kan hij hier? Ah, schiet het. Want ik moest al het bukken aan het dieren. Nee, was ik niet. Ik was al het bukken, maar was die verdediger. Ik kreeg die bal precies achter me, man. Dan had ik hem gelijk door kunnen vragen. Hij werkt de bal naar voren. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Die doelman moet opletten. Is alweer Reva aan de bal. Net op tijd ertussen. Kev, oh fuck, hij blokt me vies. Kom. Kom maar, waarom kopt hij het niet? Hij let goed op, hij onderschept die paas. Hey. Hij zet je gewoon opzij. Ja. Ik ben al de hele tijd met hem aan het struggelen, man. Helemaal verkeerd geraakt. Zonde hoor, van zo'n kans. Nu staan we weer gelijk, Kev, met goaltjes.
Denk je? Ja, toch? Denk je? Ja, toen... Gewoon rustig een lopje, man. Wat ga je met het? Ik was letterlijk naast je. Hij zit er goed tussen bij die pas. Ah ja, ik had geen controle. Ah, jij ook niet. Kudos. Ja man, doe normaal man. Heel makkelijk. Dek die gas, dek die gas, Ricardo, ga eromheen. Hij gaat sowieso schieten in één keer. Goeie redding en hij heeft de bal vast. Hij wil die bal. Heeft die fucking bal? Hou achter op mij. Niemand vraagt hem ook, ik vraag hem niet. Ja, ik vroeg de hele tijd. Ik zag het, maar hij heeft het van. 16 meter gebied. Goed geblokt dat schot. Wacht. Mooi. Kevin, hè? Hey. Nog niet vragen, nog niet vragen. En nu wordt het oppassen. Jammer. Ach. Hij wil passen, maar het gaat toch niet worden, man. Oh, oh lekker! Ik word vastgehouden. Lekker. Voor jou. Ja, ik kon niet, ik kon niks. Ik moest wel passen. Hij had me zwaar onder controle, man. Kut verdedigen, joh. Oh, waren we lekker weg daar, man. Ja, man. Goeie pas was dat. Steeds in aanval, teruggelegd via die voorzet. Oh, joh! Tegen de paal, en op de inboord. Fuck. Bij de stand van 1-0. Die krullen kwam echt uit een gekke hoek, man. Ja, lekker. Aftrap tweede helft, daar gaan we. Lennikep. Achter als het niet meer kan, hè? Ach, zo'n slechte paas. Ze laten hem niet met rust. Vraag hem terug dan. Vraag hem terug. Ze leveren de bal in. Een steekpaas in de ruimte. Boom. Lekker. Oh, oh joh! Nee. Jammer. Krulli. Oei! En ik was ook vrij trouwens, hè, bij die eerste schot. Maar lekker gepaard, man. Als hij in die kruis was gehad, was hij hard geweest. Ja. Misschien als hij met rechts was geweest. Ik ga niet mee. Ik moet even sparen. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Kijk, onderin. Onderin is iemand vrij. Kijk, Kev. Yes. En start die brommen maar. Ik kan hem niet aan jou geven. Alleen. Oh, sorry man. Sorry man. Ik, shit, doe ik het zelf ook. Blok ik die bal gewoon. Hey, dat was een pompert. Ik ga het goed maken. Ik ga het goed maken met jullie. Dat was echt een pompert. Ik dacht, ja, ik moet wel iets. Ik ga het goed maken met jullie. Oh, shit. Een uitgekiende steekpaas. En dit loopt uiteindelijk dus op niets uit. Daar gaat het balbezit. Die doelman moet opletten. Tering. Ik wil mensen gewoon niet. Sterk verdedigd op de eigen helft. Dat is een aantal. Vrije trap naar die overtreding. Op een gevaarlijke plek. Nou, zo is dat toch een rechtstreeks in de goal schieten.
Keeper staat helemaal fout, joh. Waarom geeft hij die een Kev? Hij gaf hem ook een Kev in, maar hij gaf hem gewoon zacht. Hij rukt verderop. De bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Hij blesseert zichzelf. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Ze kunnen snel uitbreken nu. Nou, wat kan hij hiermee? Daar is hij. Lekker hoor. Oh, lekkere paas. Zag me diep gaan op een gegeven moment? Ja, man. Die verdediger had me bijna ingehaald, joh. Daarom dacht ik me ook switch. Hij gaat stoppen. Die gast gaat stoppen. Oh nee, hij speelt toch. Ja, mooi. Je wilde de hele tijd passen naar hem. Ja, je zag het, hè? Ja. Ik was hem dood aan het dekken. Maar toch had hij het. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Tik hem beneden. Oh. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste... Ik sprint met mijn laatste energie wat ik heb. Op weg naar het doel nu. Voorzet naar de spelers in het centrum. Ja. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Oh. Nee, zo krijgen geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. Al mijn billen! Al mijn billen! Goed geplakt op het doel! Oei! Hij schiet tegen mijn billen, jong! Die wordt echt hard! Vandaag is Kenneth de Geest. Billenbrand. 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 Al komt voor in het 16 meter gebied. No problem. Ja, nee. Ja. Ah, hij moest hem niet zo geven. Hij moest hem niet zo geven. Boom. Oh, joh. Kenneth, je kreeg ruimte, hè? Ja, ik zag het, man. Ik kon gewoon lopen. Mijn papa, ik heb geen conditie meer, man. Wij schoven hun allebei aan de kant. Ja, joh. Die zijn goed bezig, man. Ik ga diep. Ik hoop dat het dit keer wel is. Kom maar. Bal naar de spel. Oh, nu gaat hij weer te zacht. Die voorzet komt niet bij een teamgenoot erin. Ze geven de bal weg. Ricardo. Oh, ik heb het, man. Oeh! Je zei Ricardo, ik verwachtte dat niet. Ik dacht dat ik hem zou krijgen. Je moet hem altijd verwachten. Dat is die nieuwe motto. Verwacht altijd de bal. Goal. Hij schiet. Ja, zijn er twee, Ja, het wordt niet spannend hoor. Het gaat echt stoppen nu. Wacht, even niet nemen, nog niet nemen, wacht. Het verschil is minimaal. Nou, die wil die tijd kijken. Toch niet door. Huh? Die tijd gaat kapot langzaam beneden, zie je? Even achter. Oh. Ja, dan had je doorgegaan. Goed geanticipeerd op die pas. Ze zitten tussen. Maar thuissupporters proberen hun steentje bij te dragen en hun ploeg naar voren te schreeuwen. Ja, ze hebben er blijkbaar vertrouwen in dat het nog goed zal komen in die laatste fase. Hopelijk de spelers ook. Hij weet die paas onderschept. Goed opgelet. Hij houdt de bal af. Waarom raakt hem nou niet? Kan hij hier voor gevaar zorgen? Pak de bal goed af. Nee. No. Oh joh, heb je Kev. Midden, midden. Ik ben ook hier. Oh kut, hij blokt me gewoon. Tering. Was Krulli, hè? 2 minuten blessuretijd. Reageert zeg, en daarmee heeft
paas onder schep. Ver in de hoek. Ver in de hoek boven. Lekker. Lekker man. Dat staat eigenlijk fokabel. Dat staat er eigenlijk. Fokabel.